Hey, Poetin die wil een beetje het Sovjet-aura om zijn beleid en om zijn daden heen creëren. Wat is dat eigenlijk, dat Sovjet-aura? Nou ja, dat de Sovjet-Unie een imperium was, niet zomaar iets beetje imperium, maar een reusachtig imperium. En dat is natuurlijk direct een gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Kijk, een deel van de Tweede Wereldoorlog, een heel belangrijk deel van de Tweede Wereldoorlog, was natuurlijk de nederlaag van de Duitse Weermacht aan het Oostfront. Rusland heeft 25 miljoen slachtoffers te betreuren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een immense, gruwelijke inspanning geweest, die mede bijgedragen heeft aan de bevrijding van West-Europa vanzelfsprekend. Maar wij keken natuurlijk, hebben we al die jaren veel liever naar die idee gekeken dan naar natuurlijk de enorme ontwikkelingen aan het oostelijk front. En als gevolg van die overwinning had de Sovjet-Unie zich ontwikkeld tot een succesvol imperium. Kijk, het was al een heel groot land, maar we weten allemaal natuurlijk dat Rusland, laten we zeggen, afgezien van het westelijke stuk, grotendeels uit dennenboompjes bestaat. Hè? Tot aan Vladivostok toe, uiteindelijk. Maar ja, het was een imperium. En natuurlijk de hele thematiek van Poetin is dat het een imperium was. Dat hangt er samen met dat het Russische volk altijd een imperiaal volk is geweest. Wel beschouwd hebben ze natuurlijk ook een gigantische massa land veroverd, die ook in allerlei opzichten niet zo moeilijk te veroveren was. Dat moeten we er wel even bij zeggen. En hij vindt dat imperium eigenlijk door het optreden van Gorbatsjov en de jaren tussen 85 zeg maar en het jaar 2000, dat imperium heel slecht behandeld is door het Westen. Dat het verlies van de positie van een imperium, denk aan Oost-Europa, Centraal-Europa, de Balkan, Baltische republieken, notabene een deel van de Sovjet-Unie, wat tegenwoordig lid van NATO en EU is. Hij wijt dat aan het schandelijke, achterbakse beleid van het Westen. Dat is niet zo, maar je kunt wel twisten over de vraag, hadden we niet waar de aftakelende Sovjet-Unie, die overigens door hen zelf opgedoekt is in december 91, laten we dat nog een keer duidelijk zeggen, hadden wij daar meer werk van moeten maken. Met name Gorbatsjov heeft regelmatig gevraagd om een soort Marshallplan voor de instortende Sovjetmacht, en dat is door de Amerikanen is dat scherp afgewezen. Met name de oude Bush, die voelde er niks voor. Hadden we de NATO zo uit moeten breiden als we gedaan hebben, daar is nog steeds uitgebreide discussie over. Maar feit is, wat Poetin wil, is herstel van wat naar zijn idee op oneerlijke wijze het geval is geweest in de late jaren 80 en de jaren 90. En hoeveel potentie zit er in het land? Nou, nu niet veel. Nee, maar zeg maar even los van alle beleidsmatige dingetjes. Als je kijkt naar de grondstoffen die ze hebben. Nou ja, grondstoffen, dat is zoals we allemaal weten, die hebben ze bij massa's. Die kunnen ze trouwens ook makkelijk genoeg kwijt. Namelijk en aan China en aan India. En zoals we alle hebben gezien in de afgelopen maanden, zie je dat zowel China als India ook goed op hun zaak letten op dit punt. Zowel Modi als Xi. Die zorgen ervoor dat ze redelijke betrekkingen met Poetin onderhouden. En Poetin is natuurlijk blij dat hij überhaupt met iemand nog redelijke betrekkingen kan onderhouden. En wat zijn de motieven van Modi en Xi om dat te doen? Grondstoffen. En dat ze op zichzelf ook niet verschrikkelijk enthousiast zijn over de westerse posities in de wereld. En een groot deel van de wereld is het Westen, om het maar even zo te noemen. Dat we zeggen, De strategische samenwerking van westerse landen, West-Europese landen en de Verenigde Staten onder leiding van de Verenigde Staten niet zo noodzakelijkerwijs vreselijk populair. Wij zijn natuurlijk ook voor veel mensen in de wereld de ex-koloniale mogendheden. Frankrijk, Engeland, Nederland. Ja. Al heb ik de indruk dat de sporen van de Nederlanders in Indonesië niet meer verschrikkelijk veel pijn doen, maar dat kan ik slecht beoordelen. Maar had de Sovjet-Unie zich ook kunnen ontwikkelen als een Zweden of een Noorwegen? Ja, dat is een grote vraag. We dachten natuurlijk in de jaren 90, toen het in ieder geval, het was een corrupte zooi, dat is zo duidelijk als wat. En die hele patriarchenboel die was toen bezig te ontstaan. Had het beter kunnen gaan? Ja, ik denk het wel.
Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen, ja, dat het tenslotte toch weer een agressieve politiestaat geworden is, ligt aan het feit dat ze zich voortdurend bedreigd voelen door het Westen. In casu het oprukken van de NATO naar het oosten. Ja, en dat Poetin zegt ook altijd van jullie hadden beloofd het niet te doen. Er is nooit iets concreets beloofd. Er staat niks concreet op papier. Dat er waarschijnlijk in de sfeer van die onderhandelingen, zeker door de Duitsers wel eens gezegd is van nee, dat gaat niet gebeuren. Dat geloof ik wel, zeker ten aanzien van Duitsland zelf. Nog steeds geloof ik mogen er geen NATO-troepen op het voormalige grondgebied van de DDR gestationeerd worden en zo. Voor zover ik weet. Maar ja, dat is zijn... Ik moet je zeggen, ik ben... Wat je natuurlijk, er wordt altijd ten aanzien van Rusland een verschil gemaakt. Ah, die Russen zelf, dat zijn zulke sympathieke, fijne mensen. Zo gastvrij, literair, begaafd, weet ik veel. Maar... Ik heb weinig, nogmaals, ik weet er te weinig van om serieuze uitspraken te doen. Maar ik geloof niet erg in het democratische potentieel van Rusland, eerlijk gezegd. Er was alle reden om eerder in... Poetin was gewoon hartstikke populair. Ik begrijp ook wel waarom. Maar hij is van het allereerste begin, eerst zijn het kleine stapjes, is hij natuurlijk bezig geweest om die democratische elementen die er waren, om die te saboteren. En de oorlog die nu gevoerd wordt in de Oekraïne, is natuurlijk voor hem ook een speciale fijne reden om nog eens de duimschroeven uitgebreid aan te draaien in eigen land. Ja, en we kijken steeds naar stapjes die hij zet om het Westen af te schrikken en angst in te boezemen. Ja, en omdat hij natuurlijk aan de verliezende hand is, het ziet er niet gunstig uit voor de Russen, dat is wel duidelijk. Is hij nu weer met die kernwapens begonnen? In Wit-Rusland, hè? Ja, dat lijkt me allemaal pure symboolpolitiek. Strategische kernwapens, volgens mij noemen ze dat dan, hè? Nee, dit zijn tactische kernwapens. Tactische kernwapens, ja. Dus het zijn geen ballistische projectielen, het zijn granaten die je over relatief geringe afstand afschiet. En dan heeft hij natuurlijk dat arme Wit-Rusland, niet waar? Wat door die ongeluksvogel van een Lukashenko verkwanseld is aan Rusland. Om Lukashenko, niet waar, om te blijven zitten, is bereid geweest om zijn land uit te leveren aan de politiestaat. Dat is wat er gebeurd is. Ook Wit-Rusland is nu een politiestaat. Dus ja, dat is het punt van Poetin. Ik ben belazerd. En dat ik probeer om een beetje terug te doen. En zeker het feit dat de Oekraïne een essentieel wezenlijk onderdeel is van Rusland. Zo ziet hij het. Ik denk dat de tal van Russen het zo zien. Ja, dat speelt nu op. Terwijl Rusland en de Oekraïne toch ja, verschillende wegen hebben bewandeld in vanaf het moment dat die Russische republieken, die 14 republieken, hun zelfstandigheid hebben gekregen. Je ziet in Wit-Rusland dat dan autoritaire leiders in feite in de problemen raken, omdat de bevolking zegt, ja wacht nou eens even. Verkiezingen zijn oneerlijk en zo. En ja, dan roepen ze de hulp van Poetin in en leveren ze in feite hun eigen land uit aan de veel grotere Russische Republiek. Mm-hmm. Dus, maar als je het vanuit Poetins perspectief bekijkt, is het wel slim toch? Dat hij denkt, ik bouw een soort van buffer nog tussen mij en het NAVO-gebied. Ja, wat is slim. Ik denk, we hebben het eerder over gehad, iedereen die een oorlog begint. Zelfs als je kijkt, natuurlijk dacht hij dat allemaal fijn snel zou gaan winnen. Maar het beginnen van een oorlog is gewoon een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Of dat nu de jonge Bush is in 2003 of Poetin in 2022. Het is altijd een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Simpelweg omdat het aantal variabelen zo groot is, dat heb je niet in de hand. Er lopen van allerlei dingen mis en dan zit je met de gebakken peren. En heeft een tekort aan troepen, aan mensen, Poetin? Ja, ook Rusland natuurlijk verkeerd demografisch gezien in een soort van noodtoestand. Ja, vooral ook omdat iedereen die iets kan in Rusland, die heeft natuurlijk al heel gauw de ambitie om Rusland zo spoedig mogelijk te verlaten. Hoe heb je gekeken naar de ontmoeting tussen Xi en Poetin? Nou, ik moet je zeggen dat ik met name die wit geschilderde paleishallen, en met die al die idioten lopen. Wie laat trouwens een bejaarde dikke Chinees
een enorm lange trap naar boven, zodat hij volledig buiten adem boven arriveert lopen. Dat vond ik wel gek, ja. Het leek me dat je denkt, zou die dat nou ook weer expres verzonnen hebben? Net als die hond met Merkel, weet je wel. En die lange tafels. Ja, die sowieso. En dan met die lui met van die trompetters en van die marcherende soldaten. Het is een wonderlijke zieke sprookjeswereld die daar gecreëerd wordt. Natuurlijk is die Poetin overspannen geraakt in zulke rare ruimtes, niet waar je begeeft. Hoe denk je dat Xi het vond? Ik denk dat Xi dolblij was dat hij weer weg mocht. Dat is mijn indruk. En Xi was er alles aan gelegen om een hele vriendelijke, toegankelijke, pro-Russische indruk te maken zonder iets van enige betekenis te beloven. Zijn rol is een beetje de rol van de vredesduif. Hè? Die willen ze nu gaan spelen. Nou ja, hij heeft helemaal geen zin om betrokken te raken bij een conflict. Zoveel is wel duidelijk. Wat blijkt er daar trouwens? Het feit dat hij helemaal niet op grote schaal bereid is om wapens te leveren aan Rusland. Die wel heeft, maar die gaat hij niet leveren. Dus ik las ergens... Hij ging wel zo aan drones leveren, maar dat levert hij niet. Dat zijn kleine zelfstandige bedrijven, begreep ik. Waarvan hij altijd kan zeggen, ja, sorry, maar daar heb ik niks mee te maken. En wat kleinere wapens, hè? Dus ook ze hebben volgens mij wat vesten en wat geweren, dat soort dingetjes. Het komt er in ieder geval op neer dat China er niets voor voelt om Rusland te bewapenen in dit conflict. Maar ze willen wel... Heel begrijpelijk ook, dat China heel anders in de wereldpolitiek staat dan Rusland. Want? Omdat zij die economie hebben, die expansie. Ja, China heeft het hele Chinese economische succes... Sinds Mao dood is te danken aan het feit dat China een onderdeel is geworden van een uiterst complexe wereldeconomie met mondiale productielijnen. Hmm. Die vaak eindigen in China omdat daar dan de boel in elkaar gezet wordt. Precies, dus het is... Denk aan het iPhone'tje. Dus het is heel duidelijk als hij daar verkeerde rollen gaat spelen, stort dat in of krijgt hij in ieder geval daar problemen? Ja, dan kan hij allerlei frictie krijgen natuurlijk, ja. Ik denk ook dat ze zijn natuurlijk ook niet gelukkig met die frictie met die stomme Amerikanen op dit punt. Ja, begrijp ik ook niet echt, moet ik je bekennen. Nee. Maar wat hij niet nog heeft, is de sympathie van, kijk eens eventjes, ik heb bemiddeld in een conflict. En dat wilde hij natuurlijk nu bereiken, de soft power. Dat weet ik. Volgens mij was zijn hoofdstreven was dat hij daar een hele aardige indruk ging maken. En dat samen met een glaasje drinken, klinken... Nog weer een keer, misschien is die trap tenslotte ook weer af. Mocht hij er ook weer naar beneden toe, dat weet ik niet precies. Maar ik las allemaal analyses dat hij dus de bemiddelaar wil zijn, de vredesduif. Soft power, dat heeft China nog niet, dat kunnen ze nu laten zien. Nou ja, als dat het geval is, dan heeft het niks geholpen. Laten we dit zo doen, wat dat ervan zeggen. Maar dat weet je niet. Hij heeft toch helemaal niet gebeld met Zelensky? Poetin heeft al lang gekozen voor de lange adem. We laten dat conflict zo lang mogelijk doorzeuren op een relatief zo hoog mogelijk niveau. En dan zullen we eens kijken wie het meeste geduld heeft. Hij heeft al lang begrepen dat hij een kapitale fout gemaakt heeft, dat wel. Maar nu is hij gaat zitten wachten tot de andere kant de kapitale fout maakt. Maar jij denkt niet dat Xi, want je zag toch, want Poetin zei, mijn grote vriend Xi, die zit hier naast mij. Ja, je kunt moeilijk zeggen, die dikke lul hier naast mij. Tuurlijk is het een grote vriend, dat begrijp je ook wel. Wij zijn zelfs nog van, we zijn zelfs een beetje jaloers op de enorme groei die China de afgelopen jaren heeft gemaakt. Geloof het graag. Ja, maar daarmee heeft hij natuurlijk wel een soort van ontzag voor Xi. En daarmee heeft Xi misschien wel weer invloed op hem, op Poetin. Ik denk dat als Xi al iets gezegd heeft binnen kamers wat wij niet gehoord hebben. Want ja, je ziet alleen de poppenkast natuurlijk, dat voel je ook wel. Hè? Het is een beetje Jan Klaas en Katrijn die... voor de kindertjes, terwijl je dus vanuit de onderkant van de kast allerlei bonkende geluiden hoort, die misschien anders doen vermoeden. Jij vindt het een poppenkast? Ja, het was natuurlijk volstrekt een poppenkast. Ja, zonder enige twijfel. Wat Xi moest doen was duidelijk maken wat een ontzettend goede, lieve vrienden toch de Russen zijn. In het bijzonder wel die ongelooflijke, sympathieke vriend... Poetin, zonder dat hij iets weggegeven heeft, zonder dat hij wapens levert. Zonder maar wat dat heeft hij daar dan aan? Waarom zou hij dat nou doen? Nou, hij heeft weinig zin natuurlijk om Rusland als vijand te hebben. Daar heeft hij ook niks. En Rusland is wanhopig. Wat voor alliantiestructuur heeft Rusland nou? 0,0. Terwijl China heeft trouwens ook helemaal natuurlijk
naar Honduras, heeft nu Taiwan eruit gegooid en heeft de communistische China herkend. Wat dan ook nog wel wereldnieuws is. Vooral Honduras, dat is een topland. Als Honduras aan jouw kant staat, joh, dan echt dan gaat het goed. Nee, China is afhankelijk van iets waarvan Poetin niet echt afhankelijk was. Poetin levert eenzijdig grondstoffen. Hè? Poetin levert geen complexe industriële apparatuur. Rusland was geen deel van complexe productieketens. Dat zou wel iets geweest zijn. Maar China is een wereldspeler economisch gezien. En daar is China ook van afhankelijk. En is de partij van afhankelijk. De deal van de partij met het Chinese volk is: wij zorgen voor economische groei. En dan moeten jullie niet gaan zitten kloten. Nee. Dus we hebben gekeken naar relatiemanagement van Xi met dat Poetin. Lijkt mij wel, ja. Oké, geen vredesoperatie? Nee, bepaald niet. Want het is ook wel duidelijk dat Poetin, lijkt mij gekozen heeft voor wie heeft de langste adem hier. Ja, maar waarom gaat Xi dan met Zelensky zitten bellen voor het eerst via een Zoom call of iets dergelijks? Nou, dat is ook symbolisch natuurlijk een heel fijne iets om te doen. Maar waarom zou hij dat dan doen? Hij heeft hem nog niet eens gesproken sinds het start van de oorlog. Omdat hij dus wel duidelijk wil maken dat hij ook weer niet volledig militair gesproken achter Poetin staat. Oké. Lijkt mij. Op de lange termijn, ja. Nee, Xi was vooral voorzichtig, leek mij. Hij ziet er ook voorzichtig uit eigenlijk. Hè? Ja, dat schijnt hij ook op het wereldtoneel dan weer niet te zijn. Maar mijn indruk is dat het een voorzichtige figuur is. Baseer je op zijn voorkomen? Nou, de hele manier waarop hij... Ik heb hem nooit gesproken, dat zal wel duidelijk zijn. Ja. Ik kan me ook niet voorstellen... De Amerikanen hebben natuurlijk toch met zoveel woorden gezegd... wij zullen Taiwan verdedigen... Of in ieder geval helpen. Whatever happens. Wat er ook gebeurt, sorry. Excuus. Ja, zo blijf je rommelen met al die buitenlandse termen. Dat betekent aan mijn idee dat Xi wel de laatste zou zijn om het risico te nemen. Want ja, je begrijpt, een dergelijk conflict zou ontzettend snel kunnen escaleren. En dan heb je toch een halve wereldoorlog te pakken. Als China dat zich is nou juist, dat is rampzalig voor datgene wat China geworden is. Mm. Namelijk een grote speler in de wereldeconomie. Ja, oké, dus het is relatiemanagement als ik je zo goed hoor. Ook een beetje... Hij zit natuurlijk met China en Amerika. We zitten elkaar alsmaar op een rare manier te treiteren en tot vijand te verklaren. Maar die Chinezen zijn natuurlijk ook in toenemende mate geïnteresseerd in de Europese Unie. Vergeet één ding niet. We hebben al gepraat over China en de Verenigde Staten. De EU is een belangrijker markt voor de Chinezen dan de Verenigde Staten. Dat heb je al vaker gezegd. Is nu een hele delegatie van de EU in China. Maar waar baseer je dat op? Op de cijfers? Op de cijfers. Ja, het is niet zo dat ik regelmatig midden in de nacht naar Rotterdam reis om containers te tellen. Hè? Nee, misschien denken mensen van Rossum die bedenkt het. Die leeft ook in zijn eigen wereld. Ja, zeker. Dat is wat ontzettend veel mensen denken. Die van Rossum, die weet dat totaal. Dat is echt. Ook die kunstflikker, nou op. Hè, kom op. Het is allemaal ressentiment. Hooghartige vlerk. Hè, de ellendeling. Hè, omdat hij nou toevallig op het gymnasium heeft gezeten. Wat stelt hij zich voor? Hè, mensen die in de praktijk werken, die weten heel wat beter hoe het leven in elkaar zit. Heeft hij voor ons nog geen idee van stomme vlerk uit de Randstad. Zeggen ze dit ook als jij in de provincie bent? Krijg je dit dan ook naar je toe geworpen? Nee, helemaal niet. Nee, wat mij eigenlijk altijd opvalt in de provincie... is dat je ook wederzijds wel een beetje lacherig wordt. Ze hebben zelf ook wel het gevoel dat idee van miskenning... en dat ze niet nooit aan de buurt komen... dat het ook wel een beetje flauwekul is... Maar dat hoort daarbij. Uden wil ook Randstad worden. En daardoor speel ik ook wel een beetje op in natuurlijk. Hmm. En meestal wordt er dan beleefd gelachen of wel, ja. Nog even één dingetje over dat China gebeuren. TikTok. He, dat wordt nu in steeds meer telefoons van ambtenaren. Ja, weet dat als één... Als je geen 's avonds klaar is met werken. Dan heeft een heel groot apparaat en dan... Luistert die, ik weet niet hoeveel TikTok-gebruikers er nu zijn, dat loopt in de miljarden wereldwijd. En daar hebben ze een heel systeem voor ontworpen, dat overal waar ook zijn naam valt, of iets wat belangrijk zou kunnen zijn, dan gaat hij dat afluisteren.
Vaak gaat hij veel te laat naar bed, omdat hij tot diep in de nacht luistert hij naar TikTok. Hè? Hij vindt dat natuurlijk ook wel hartstikke leuk, dat een Chinese medium plotseling, niet waar, al die Amerikaanse media voor de voeten loopt. Het gekke is dat we het nooit erg vinden als we door FaceTime worden afgeluisterd, maar wel door TikTok. Joh, ik geloof er niks van. Dat mij niet erg van pure paranoia. TikTok is een kindermedium. Maar ook steeds meer ouderen zitten daarop. Oh ja? Ja. Zouden ook al die ouderen op al die rare rommel, we hebben het vaak genoeg gehad over FaceTime en ik weet al niet wat. Hou er toch mee op, dames en heren. Kijk naar een goede film, lees een boek. Ga naar een podcast over reëel bestaande misdaad luisteren. Wat kan mij het schelen? Maar is dit niet te naïef? Is het niet heel slim als we, als stel dat wij Chinezen zijn, denk ik zo. Hoe kunnen we nou die dingetjes in het Westen allemaal afluisteren? Weet je wat? We maken een app en zorgen dat die heel populair worden. En dan kunnen we allemaal informatie zo binnenfilteren. Ja, je weet veel op die manier, hoor. Hoeveel mensen in West-Europa niet naar de wintersport gaan, bijvoorbeeld. Dat zie je allemaal in TikTok. En ineens verhuist een deel van West-Europa verhuist ineens naar Oostenrijk en de Franse Alpen. Dat is dan ontzettend nuttige kennis. Als ze ons ooit willen aanvallen met ballistische projectielen, dan toch wel in de wintersporttijd. Joh, kom op. Allemaal flauwekul. Waar hebben we dat eerder gehoord? Dit soort van onzin. Dat we ondermijnd werden door de communisten. Denk aan de FBI in de Verenigde Staten. Denk aan hier aan de BVD. 40, 50 jaar later blijkt het altijd een daad van krankzinnigheid te zijn geweest. Ik geloof er niets van. De overheid in Nederland. Maar zelfs als ze iets afluisteren, so what? Kunnen ze misschien iets van leren? De overheid gaat het ook verbieden hier in Nederland. Hè? Ze hebben het nu nog ten strengste afgeraden. Ik zou het zoveel mogelijk verbieden, omdat de handhaving is onmogelijk. Dus je koopt gewoon een tweede telefoon. Nou ja, dan ga je lekker TikTokken. Maar het gaat om de overheidstoestellen. Hè? En daar wordt het gewoon onklaar gemaakt dat je het er helemaal niet op kunt zetten. Ja, best wel. Maar thuis kun je het best doen. Ja, privé, maar daar heb je dan. Ik zou vooral alles wat je verbiedt, wordt toch. Hè, denk aan. Je had vroeger een lijst van verboden boeken. Dat was de Rooms-Katholieke Kerk die verspreidde die lijst. Dat waren de boeken die je moest lezen. Want daar wist je van dat er iets over seks in stond. En die ging iedereen lezen? Ja, natuurlijk. Oké, en die waren ook verboden toen? Oh, althans in de Rooms-Katholieke wereld waren ze verboden. Ja, ja. Alles wat verboden is, is attractief. Oké, kan ook een slimme marketingtruc zijn. Laten we het verbieden en dan wordt het juist. Ja, dat zou ik zeker doen. Ik zou zeker, dat je gaat in de matrassenproductie en dan zeg je, maar ja, je kunt, dit is echt, dit zijn zulke geweldige matrassen. Er zijn mensen die daarop slapen en nooit meer wakker geworden zijn. Dat is echt ongelooflijk. Nou ja, ik vind het allemaal. Nee, ik geloof niet dat het luisteren naar TikTok op wat voor manier dan ook, zelfs als het geregistreerd wordt op gigantische megacomputers in China, vis het er eens uit. Denk aan die Amerikaanse afluisterdiensten, joh. Gigantische computers. En wat heeft het ze geholpen bij 9/11? Geen bal. Omdat ze te weinig mensen hadden om het materiaal te verwerken. Ja, want ze zijn er tenslotte, komt 9/11 wel voor in de afluisterprocedures, maar 14 dagen nadat het gebeurd was, ja, dan ze natuurlijk het gigantische hoeveelheid informatie afluisterden. En wat voor band was dat dan? Waar waren dat die terroristen die daarover spraken? Ja, nee, precies. Het geruis op het internet. Maar het was op het moment. En toen bleef ik bovendien natuurlijk dat ze veel te weinig mensen hadden die uit het Arabisch konden vertalen. Hadden massa's mensen die uit het Russisch konden vertalen. Vanwege de Koude Oorlog hadden ze natuurlijk duizenden mensen opgeleid die uit het Russisch konden vertalen. Maar nog niet die uit het Arabisch konden vertalen. Dat is natuurlijk wel 2001. Je begrijpt ook wel hoe groot het gebouw moet zijn in China, waar al die mensen in zitten die alleen maar de Nederlandse TikTok zitten te vertalen. Hè? Hmm. Maar het lijkt erop dat het in de Verenigde Staten straks verboden wordt. Ook voor de consumenten. Ja, ik weet niet of wij ook in dit opzicht voortdurend de Verenigde Staten moeten volgen. Als ze het in de Verenigde Staten verbieden, zul je zien dat in no time, als nou iets heeft laten zien dat ze inventief zijn, dan is het toch wel, laten we zeggen, de prutsers op het internet. De gamers en die hele club eigenlijk. De hackers, je hebt ook positieve hackers, negatieve hackers. Kom maar op.
we hebben dit monster gecreëerd en dat krijgen we niet meer terug in de fles. Het monster van sociale media bedoel je? Ja, nee, sowieso het internetmonster. Oké. Okay. Nou, zoals zoveel monsters, het is vooral een hartstikke leuk monster om te zien. Strepen en zo, en kan brullen, kan van alles en nog wat. Dan nog even een ander puntje waar mensen jouw mening ook over willen horen. Dat is namelijk de dassen en de treinen die niet rijden door de dassen. Ja, de dassen. Ik moet zeggen dat ik wel vol verrast was over het succes van de das. Want omdat we natuurlijk de stichting Das en Boom, die ik weet niet wanneer precies, 40 jaar geleden begonnen is met ijveren voor het overleven van de das in Nederland. Dat is kennelijk zo'n enorm succes geworden dat we nu tal van spoorlijnen ondergraven worden door dassen. Je begrijpt ook wel dat het voor de das natuurlijk hartstikke handig is, zo'n spoordijk. Dat ding ligt hoog. Lekker droog. Ja, precies. Je houdt het makkelijk droog. Kennelijk vinden ze dat gerommel van die trein daarboven, daar zijn de dassen aan gewend. Of misschien vinden ze het wel lekker geluidje, dat weet ik niet precies. Je weet niet hoe die dassen erover. Het zijn niet de allersnuggerste beesten, dassen. Vossen zijn veel slimmer dan dassen. Ja, wat zal ik hiervan zeggen? Ik hoop dat ze die dieren op beschaafde wijze verwijderen uit de strategische objecten waarin ze gegraven hebben. En dat ze vervolgens op prettige plaatsen worden uitgezet of aan nieuwe holen worden geholpen. Ja, want ze moeten dus laten we het zo fatsoenlijk mogelijk op proberen te lossen. Maar kennelijk moet je wel zeggen, is het overleven van de das in Nederland een enorm succes geworden. Je kunt geen spoor in Friesland, zitten ze bij de tientallen in spoordijken. En ze moeten dus nu uit die onder die spoordijk naar een andere nest, wat ze daarnaast hebben gebouwd, gelokt worden. Ja. Heb je gezien hoe ze dat doen met zo'n hek op dat oude nest, waar ze dus wel uit kunnen, maar niet meer terug erin? Ja, je wilt wat. En volgens mij gingen ze... Om nou een hele spoorlijn af te sluiten voor een eendassen burgte. Vond ik ook een beetje typisch. Kan dat niet iets praktischer geregeld worden? Want dat is natuurlijk niet de vraag. Moeten zoveel reizigers? Want het is natuurlijk een heel druk traject. Ik geloof dat zelfs Das en Boom wel bereid was om ook hier wel enig water in de wijn te doen. Ik ben nog eens met Dirk Maarten, de chef van Das en Boom. Tegenwoordig heet het de Nederlandse Vereniging voor Cultuurlandschap. Maar Das en Boom is natuurlijk een enorm succes geworden. Ben ik naar die dassen gaan kijken. Moet je dus in de schemer eigenlijk, hè, want het zijn een beetje nachtdieren. Ga je naar zo'n plek toe waar zo'n dassenburcht is. En dan moet je heel stilletjes gaan staan wachten. Ja, verdomd. Je moet onder de wind of boven de wind, hoe heet dat ook alweer. Je moet dus niet zorgen dat ze je niet kunnen ruiken. En verdomd, daar kwamen die dassen. Ik had de indruk dat ze ook wel zagen dat wij daar stonden. Keken dan zo even over de rand en dan... Maar verder gingen ze heel vrolijk rondrennen daar. En het gekke was, ik geloof ook dat ze met enige regelmaat werden bijgevoerd. De plekken moeten ook geheim gehouden worden, anders gaan mensen ze doodslaan. Ja, werkelijk soms. Doodslaan? Ja, vroeger was dat een hele sport, geloof ik, om dassen dood te slaan. Ja, veel dassenhaar werd gebruikt voor penselen, geloof ik, als ik het wel heb. Ja, en toen, ze voerden ze bij en toen zagen we ook een jonge vos. Die zat op enige afstand te wachten tot de uitdelingen gingen beginnen. En daar zie je aan dat zo'n vos toch slimmer is. Je weet dat vossen in grote steden heel succesvolle grote stadsdieren zijn geworden. Sowieso, voor allerlei dieren is de grote stad aantrekkelijker dan het platteland. Omdat er natuurlijk ook vaak veel minder met vergif gespoten wordt. Dit is ook al... Dit kan ook al geïnterpreteerd worden. Wat een gelul. Het platteland, dat is het gezondste wat er is. Je zet 's ochtends je ramen open. Je snuift die heerlijke, heerlijke geur van het gras snuif je op. Zit hij daar te zeiken midden in de stad over dieren in de stad. Poeh. Ja, dat wordt toch wel eens gezegd. Van, ja, de mensen in de stad zeggen, ja, natuur vinden we heel belangrijk. Maar ze leven niet in de natuur. Maar dat doen ze wel. Wij leven midden in de natuur. De stad is een wonderbaarlijk natuurlijke omgeving. Ja, maar anders niet zoals op het platteland. Nee, dat nou ook weer niet. Maar de kans dat je bijvoorbeeld... Hier heb ik dat nog niet... Maar god, vossen doen het in Londen bijvoorbeeld fantastisch goed. Mijn dochter had daar een kamer en in die tuin woonde gewoon een vossenfamilie.
En ja, dat was dan wel geestig. Want als je je schoenen buiten zet die een beetje zweetlucht hebben, menselijke zweetlucht, dan vonden die jonge vossen interessant. Dus die gingen dan met die schoenen rondjouwen en dan snuffelen. Een beetje in bijten en zo. Dat was niet gevaarlijk? Nee, want waarom zou een vos gevaarlijk zijn? Ja, hij zou eventueel hondsdol kunnen zijn, maar ik neem aan dat dat redelijk komt, want daar heeft Engeland door de eilandpositie. Ook als je met een hond naar Engeland gaat, moet die toch ook heel lang in quarantaine zijn. Zodat ze niet die hondsdolheid uit West-Europa importeren. Nee, dus kijk, wij vinden natuur, vinden wij een hert. Hè, dat vinden we natuur. Maar til een tegel in je tuin op en kijk wat daar zit. Dat is fantastisch. Hè, we hebben pissebedden, dat is ook natuur. Ik geloof dat we tientallen soorten pissebedden in Nederland hebben. En regenwormen? Regenwormen, torren, boktorren, alles zit allemaal in de stad. Hè. Is je nooit opgevallen? Je zit stilletjes, zomers, het open raam. Je hebt je bureaulamp aan en hoep, zegt er fladdert een hele wereld naar binnen. Hey, maar nog mee. Nee, natuur is overal. Ook dat idee van de natuur verliest. Nee, de natuur verliest niet, de natuur verandert. Hè? Nog heel wat anders, een heel verrassende mededeling. Ja, ik weet het, het is voor u ook voor over daar. De mens is ook natuur. We zijn gewoon een groot, specifiek, wonderlijk georganiseerd zoogdier. Het is niet anders. En tenslotte zullen we ook weer verdwijnen of veranderen. Maar wij vormen een deel, een onderdeel van de natuur. Maar je weet hoe het zijn andere dieren die werkelijk voortreffelijk georganiseerd zijn. Bijen in een kast. Je hebt geen idee wat die bijen kunnen. Grote mierennesten. Supergrote kolonies van insecten. Schimmels waarvan we dachten dat het een soort lullige planten waren. Schimmels kunnen van alles en nog wat. Het zijn de grootste levende wezens die er zijn. De natuur is altijd en overal. Dus je bent niet gevoelig voor die polarisatie ook in de natuurwereld? Totaal niet. De stadse mens weet er niets van. Leef nee, in de dat natuur. Komt dat we geleerd hebben dat natuur is een hert. Ja. Dat is natuur. Hè? Maar ik vraag nog even of af over een tijger waar je in India naar gaat kijken. Ja. Hè, dat is natuur. Maar we hebben wel een maatschappij, als het met die vos bijvoorbeeld in Londen mis was gegaan, hè, dat hij een kindje pakt en doodbijt. Dan, dat doet een vos niet. Een vos zal alleen in doodsnood een mens aanvallen. Een vos, dieren hebben niet, ook wolven vallen en olifanten. Nou, die zijn niet waar wolven zijn, maar goed. Die weten precies wat voor prooi dieren ze aankunnen en wat niet. Ja, een vos zal wel een konijn aanvallen en doden. Het is hartstikke handig. En het gaat een hele lollige film. Waarbij je ziet hoe vossen eerst bestuderen hoe zo'n konijnenkolonie in elkaar zit. En dan op een bepaald plekje gaan zitten. En dan tenslotte begrijpen ze hoe het zit. En waar ze zo'n beetje naar boven komen en moeilijk weg kunnen komen. Want die vossen, dat zijn echte denkers. Nou ja, en daarom hebben ze een konijn te pakken. En met schapen toch ook? Ja, schapen zijn veel te groot voor vossen. Een vos spat geen schapen aan, kom op. Een wolf misschien, maar dat is al een ontspoorde wolf. Ja. Heb je niet dat filmpje gezien met die twee wilde zwijnen en die wolf? Dat is wel vrij geestig. Ja. Hebben we het daar niet over gehad? Nee. Volgens mij heb ik dat verteld. Ik wil het nog een keer vertellen. Dat was een nachtopname, weet je wel. Alles grijs met zo'n speciaal gemonteerd cameraatje in de wilde natuur. Ja, je ziet, ik denk dat het ergens op de Veluwe was. Je ziet een wolf, die komt voorzichtig uit de struiken geslopen. En die gaat drinken aan een soort mini-wiermeertje wat daar is. En hij is lekker rustig aan het drinken. Zeg. Daar verschijnen uit het struikgewas twee wilde zwijnen. Je denkt nog, nou, die wilde zwijnen is in die wolf. Je denkt, oeh, rot een wolf, wegwezen jongens. We moeten andere zwijnen gaan waarschuwen, er is een wolf in het bos. Nee. Ze gaan werkelijk alsof ze door een elektrische schok bewogen worden, gaan ze volop in de aanval, die twee zwijnen. Dat zijn grote beesten. Die zijn gevaarlijk. Ja, die zijn behoorlijk gevaarlijk, ja. Die wolf die schrikt zich werkelijk uit het apenlazarus, het wolvenlazarus. Het is ongelooflijk hoe snel die weg is. Dus daar zie je aan dat een enkele wolf, zeker geconfronteerd met twee volwassen wilde zwijnen, die kijkt wel link uit. Mm.
Nee, het is niet zo dat ze 's nachts de stad inkomen om kindertjes te gaan roven of zo. Nee. Sowieso blijken wolvengemeenschappen, roedels, heel anders in elkaar te zitten dan we dachten. Het was allemaal kletskoek over alfa-wolven en zo. Maar zo blijkt het helemaal niet te werken in de praktijk. En met die dassen, jij zegt het kan misschien wel wat sneller, maar hoe dan? Geen idee, daarvoor hebben we dassendeskundigen. Altijd voor de voeten geworpen. Niet waar dat ik me al voor alles maar wat zit te kakelen. Nou adviseer ik om dassendeskundigen te rapporteren, te bevragen. En ik begreep ook dat de talkshows meteen vol zaten met dassendeskundigen. Want dat is altijd het fijne bij zulke gelegenheden. Dan blijken allemaal in Nederland sowieso 1, 2, 3 zijn er tientallen dassendeskundigen te vinden. Nooit iets anders gedaan dan naar dassen kijken. Kweken, dassen, weet ik wat, zou men helemaal niet doen. Dus ik zou zeggen, raadpleeg die. Wat ik daarvan begreep uit de krant, ik heb het maar cursorisch gelezen, was dat ook Dans en Boom zei van, ja, dat die adviseerde wat ik beschouwde als hele redelijke, naar compromis neigende praatjes. Dus dat moet een probleem oplosbaar zijn. Kijk, het was natuurlijk wel weer een heerlijk probleem, hè. Jongen, de explosie van de natuur in het Nederlandse platteland. Nee, als die dassen het een beetje meewerkt, dan komen ze ook wel in de steden, denk ik. Er staat een hele film over de natuur in Amsterdam. Hartstikke lollig om te zien.